Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe videorecensie van de film Hercules, die wij gaan bespreken met elkaar. Alhoewel het wel een voorspelbare film is, is het natuurlijk wel een ontzettend leuke, muzikale Disney comedy video. Film eigenlijk, mag het geen video meer noemen. Ook al kwam het natuurlijk uit op video, maar ik heb hem gekeken op Blu-ray. We hebben het over deze Wonder Boy, oftewel Hercules. Ik had de film nog nooit eerder gezien, en zelfs niet in mijn jeugd. Zoals ik al zei, het is wel een heel voorspelbaar verhaal. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet een minpunt eigenlijk. Wat sentimenteel. Ik heb echt een brok in mijn keel alsof er een stuk moussaka is blijven steken. Hè? Is dit publiek of een mozaïek? Hey, hoe gaat ie? Staat je leuk, dier? Ah, Hades, je bent er gelukkig. Hoe gaat het in de onderwereld? Wat zal ik zeggen? Een beetje donker, een beetje schemerig en zoals altijd, hè? Voldooien, wat doe je eraan? Ah, dus dit is ons zonnevlekje, kleine banjer. En hier is een snoepie voor de kleine snoeper, hè? Alsjeblieft. Ja, die vind ik toch eigenlijk wel mijn favoriete karakter in de film. En dat komt vooral door zijn droge humor. Ik vind dat zijn karakter is echt eigenlijk best sterk in de film. Zonder hem was de film eigenlijk gewoon helemaal niet tot een goed einde gekomen. Het verhaal luidt als volgt. Hercules, die is zoon van de Griekse god Zeus. En die wordt door de slechte Hades, Hades is eigenlijk de antagonist, wordt hij in een halfgod veranderd. Hercules wordt op aarde opgevoed en hij houdt zijn goddelijke kracht. Omdat er dus niet iemand. Er ging iets niet goed met dat experiment van Hades. Dat was niet helemaal goed uitgevoerd. Als hij erachter komt dat zijn afkomst helemaal niet bij de mensen ligt, maar bij Zeus. Dan weet hij eigenlijk één ding zeker. En dat is dat hij eigenlijk een held moet worden. Hij moet laten zien dat hij ook bij de Griekse goden hoort eigenlijk. Wat een dondersteen. Doe Hades, wees niet zo'n dooie. Feest mee met ons. Dolgaar, maar. In tegenstelling tot jullie kan ik niet blijven rondhangen. Ik heb helaas een baan voor 100% trouwens die jij me hebt gegeven. Zeus. Dus helaas, wel, kan niet. Jij moet onthaasten. Je werkt jezelf nog dood. Werk jezelf nog dood? Om je dood te lachen. Als je wil weten hoe het afloopt, ja, dan moet je de film even zelf zien. Je kan de films kopen op Savvy. Dus kijk even een linkje in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar deze filmrecensie. En dan zien we de volgende keer weer terug in een nieuwe filmrecensie van Xavi op mijn kanaal. Tot de volgende keer. En later.